Ik heb helemaal geen verstand van mode. Ik vroeg ook aan de filmer of ik me pantoffels aan mocht. Ja hoor, het mocht. Ik heb me nooit goed kunnen aankleden. Daar gaat dit stukje over. Kleren. Waarom verf jij je haar niet? Vroeg de barkeeper terwijl ze een biertje voor me neerzette. Grijs maakt zo oud. Ik ben oud, antwoordde ik ferm. Ik mag grijs. Ik heb mijn haar wel eens geverfd in de oorspronkelijke kleur, maar het was geen gezicht. Ik kreeg er een keiharde kop van. Zwarte Lola, stelde ik vast terwijl ik in de spiegel keek en nam me voor gewoon grijs te worden zoals de natuur het bedoeld heeft. Zo wil ik ook geen facelift en geen anti-rimpelcreme. Ik zou opgaan in een menigte bejaarden als ik geen rare kledingvoorkeur had. Ik hou van tamelijk nauwsluitende jurken met stippen of bloemetjes. Van achter een lyceum, van voor een museum, mompelde ik laatst toen ik mezelf in een winkelruit weerspiegeld zag. Mijn rok was te kort boven de knie en ik had geen kousen aan. Met een maillot of een legging gaat het misschien nog wel, maar dit was potsierlijk. Ik vind het moeilijk om de juiste kleren te kiezen. Vroeger schreef de mode voor wat je aan moest, maar nu mag alles. Af en toe zie ik een leeftijdgenoot in een tienerspijkerbroek met gaten. Dat vind ik dapper, maar ook raar. Een damesbroekpak hoeft natuurlijk ook niet, maar ik zou willen dat we betere aanwijzingen kregen. Ik heb eens rondgevraagd in mijn kennissenkring en er blijken wel degelijk ongeschreven regels te bestaan voor seniorenkleding. Mannen in een zomerse korte broek met gepoetste leren herenschoenen met donkere sokken of een overhangend overhemd met uitzicht op een dikke bos grijs borsthaar komen niet door de balletage. Vrouwen dragen liever geen diep décolleté meer en bedekken de bovenarmen, vooral als er sprake is van juliaantjes, los vel dat meebeweegt als je wuift. Iemand sprak zijn afschuw uit over leggings voor dikke oude vrouwen, maar ik vind het wel vertederend als iemand zoiets doodgemoedereerd aan zijn gat hangt. Eigenlijk reken ik alles goed, zolang iemand zijn kleren met aandacht uitkiest en niet schouderophalend aantrekt wat al 30 jaar in de kast hangt. Want van onverschilligheid verbleekt het leven. Niets laat zo goed zien hoe het met de mensen gesteld is als hun kleren. Mijn oom, die 93 is geworden, heeft alle 70 gehuwde jaren van zijn leven een donker pak, een gestreken overhemd en een stropdas gedragen. Toen zijn vrouw overleed, kreeg hij een vriendin. Zij kocht een trui voor hem, een stoere blauwe zeemanstrui. Van een deftige oude man veranderde hij door die trui in een geliefde. De ogen van een vrouw rustten op hem, dat kon je zien. Ik let altijd op kleren, al heb ik er geen verstand van. Mensen die denken dat niemand om hen geeft, laten de boel nog wel eens in de lap hangen. Een vlek op een blouse, een rafelrand langs de mouwen van een regenjas, een t-shirt dat grauw ziet van het wassen. Ze denken dat niemand het ziet. Maar dat is niet zo. Ik kijk.